kicken we. Oeh, roken. Blijf de partij. Hé meneer. Toch maar aan de kant. Hele luistige praktijken. Volgens mij moeten we hier zijn. Dat zou wel makkelijk. Of zullen we eerst even allemaal naar beneden en dan met de trap naar beneden? Nee, nee. Proberen? Nee, rustig. Nu wel, kijk. Hè, hè. Zo, fijn, we zijn er. Ja, maar je moet ook rustig doen. Nee, niet waar. Echt niet. Eens even kijken wat we hebben hier allemaal. Nou, we gaan eens even kijken. We beginnen helemaal daar. We beginnen helemaal daar. En dan gaan we even helemaal hier zoeken. Vind ik leuk. Maar naar wat? Dat gaan jullie vanzelf wel zien. Wat ik zoek. Ja hoor. Gaan jullie waarschijnlijk helemaal zien. Ja, helemaal goed. Waar we net waren, dan heb ik het niet kunnen vinden. Nope. Nou, hier is het ook zeker niet. Zeker niet. Echt niet. Maar we gaan zoeken. Ik denk dat ze maar op één goed gaan. Rodi gaat die kant op, ook goed. Helemaal top, helemaal goed. En laat er allemaal lekker die kant even op gaan. Helemaal goed. Oh, je wil even weten als je in die bakken kijken zo. Ja, dat kan. Maar ik denk niet hier. Niet hier ook niet. Ja, waarschijnlijk wel. Misschien achter. Moet je even kijken, moet je vragen zoeken. En hier ook zeker niet, nee. Knop van Adenter, hier niet, nee. Magazijn denk ik, even kijken of daar iemand zit. Koek verloren, hoppa, helemaal uit. Blijf dat mooi vinden en ik mag dat altijd hier filmen, vind ik zo leuk. Dit blijf ik leuk vinden jongens, dit. Vooral daar. Even kijken, en het leeft gewoon, hè. Dit ook, dat leeft gewoon. Dat ook daar. Kijk, vooral deze. Die leeft ook mooi. Even kijken. Leeft gewoon. Het kan gewoon. Kijk, hoppa. Aan de kant, jij. Hoppa, hoppa, aan de kant, hoppa. Het is allemaal in een hoekje zitten. Leuk, man. Ook gelukkig. Ja, kan gewoon. Voel spritten omhoog. Ja joh, kan gewoon. Ja, van de kant, hoppa, ik moet erbij. Dat is allemaal in een hoekje zitten. Ja, leuk. Het is hier lekker donker, maar het is hier ook lekker fris. Ja. Maar we gaan eventjes naar een winkel. En dat is een gele winkel met blauwe letters. Ja. Wat zou het wezen? Weet jullie het? Ik zou zeggen. En dan kan ik wel zeggen, laat het even weten eventjes in de comments. Maar dat kan niet. Nee, dat en dat gaat niet. Nee, sorry. Dat is lekker uitgeschakeld. Ja, heb ik even iets meer rust op dit moment. Yes. Nou, dat zeg ik. Wij gaan even naar de gele winkel met de blauwe letters. Ja. MR Woon. Nee, ik maak een. Kijk die zonnetje even. Zo. Schaduw, kijk. Dat zeg ik, waar gaan we naartoe? Naar de gele supermarkt. En naar de gele winkel. We gaan eens even kijken. Nou, wat zit erin? Pasje vrucht. En wat hebben we nog meer? Uitkijken, persik. Ik heb hier een persik, deze is een euro. En dan heb ik hier ook nog een persik. Is niet voor euro. Jawel. Nee, toch. Ja, check. Het is jammer geen 5% geworden, een euro. Ook een euro. Van mij. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Banaan? Hm? Goed banaan?
Die van deze, dit is inderdaad banaan. En dit is ook banaan. Wil ik ook wel nou proeven eigenlijk, banaan. Wat? Waarom? Banaan, lekker. Huh? Banaan is lekker. Ja, gewoon even proeven. Ja, geen idee. Ik zie wel. Zoals je ziet lig ik even op bed. Ja, en Roos is er ook alweer, want die was eventjes met de dames even naar zijn huis. En eventjes wat naar zijn huis brengen. En hij is nu even, hij was even bezig om even wat dingen open te maken. Maar dat ga ik even aan jullie laten zien waar hij mee bezig is geweest. Want ik ga hem ook zo meteen helpen. Ja. Helpen waar ik kan. Dus dat. Papa. Eens even kijken, waar is hij al? Zo, dat is pakket 1. Ja. En dat is pakket 2 en dat is pakket 3. Dat kan je gewoon even onder de bureau, deze tassen. Ja, gewoon lekker even onder het bureau. Want anders dan. Hoppa, gewoon. Niet de inhoud gecontroleerd? Hè? Niet de inhoud gecontroleerd? Van deze bedoel je? Ik heb het opengemaakt. Ja, oké. Nee, maar ik ga even helpen. Komt goed. Yes? Wat ziet er weer lekker uit? Ja. Dan kan die deur even dicht, deze. Kijk uit. En dan kan je hem even zo meteen daar even ook de dingen tegen aanzetten. Dat was zo makkelijk. Dus dat. Ik ga even erover op, jongens. Yes. Ja, dat is de achterkant van de kast. En jij bent heel druk bezig. We hebben nog hier wat plankjes staan. Een spiegelding. En nog de deuren. En nog de hoeken, zeg maar. En nog de deuren handgrepen. En je moet er heel druk bezig zijn. Ja. En hoe weet je nou precies waar die spijkertjes moeten? Is dat op gevoel? Ja. Oké. Okay. Nou kijk hier, als je hier heel goed gaat kijken. Ja. Kijk, en dan doe ik dit en dan doe ik het een beetje hier in het midden. Ja. Check. Probeer ik. Check. Van de kast bekijken. Kijk. Dat is een beetje dichtop, maar ik doe zo wel, denk ik. Hier plankje, instructies natuurlijk. En de onderkant is ook heel netjes geworden. Even pauze. Hè? Ja, pauze. Dus je hebt vast, ik heb een broodje vast, het lekker. Mm-hmm. En wat te drinken natuurlijk. Ben ik bezig geweest met de kast? Ja, want hij staat al. Dus, hij staat er al. Hoep. Geef niet. Kastie. Allah. Plankjes. Alleen de deuren nog. Alleen de hoeden zitten hier. Die laat ik aan je over. Alleen de deuren nog. Ja, die spiegeldeur die staat daar. Die andere deuren staan hier. Hierachter. Die komen er nog in. Maar hij moet eerst de kast op zijn plek. Deels. En tenminste de plek naar de kamer. Waar hij thuis hoort. Ja. En dan de deuren erin. Toch? Dat dus, ja. Precies. Kijk. Je bent wel uitgeput nu zeker. Nou, dat zware kluswerk. Ja, en ik ga zo meteen wel weer even liggen, ja. Ja, oké. Okay. Je moet even aan je pauzes denken. Doe ik ook. Helemaal goed. Ik wel. Top. Mm. Ja, de kast staat nagenoeg op zijn plek. Jij bent druk bezig met de scharnieren. Kijk eens even hier. Scharnier. En deze dingetjes. Die komen aan de deur en die komen dan weer hier aan vast, zeg maar. Je bent goed bezig. Thank you.
Kom even tegenhouden daar. Nou ja. Ben je al blij met je kast? Ik wel. Dat is mooi. Oké, mensen, zal ik eerlijk zijn. Deze kast en mijn kast, dat heeft geld gekost. Maar wat hier staat... Al deze dingen. ...heeft mij niks gekost dan alleen brandstof. Reiskosten. Reiskosten, maar voor de rest ja. Niet. Kan je het tegenhouden? Nee. En dan kan je vragen, ja, maar hoe heb je dat gedaan? Simpel, marktplaats. Gewoon marktplaats kijken. Ja. Dus mocht je nou zwanger zijn en je staat er alleen voor, wat ik eigenlijk ook in principe deels ben, alleen ik heb wel mensen om me heen die me helpen, gewoon op marktplaats Facebook kijken. Ja, je kan zoeken op marktplaats naar gratis. Zoveel kilometer om je heen, ja, zeg maar. Gratis baby ledikantje, gratis babybadje, gratis babycommode. Alles wat jij wil hebben en voor je kind, kun je gewoon eerst gratis erop schrijven en dan gewoon de producten die je wil hebben. Dus ja, je staat er nooit alleen voor. Marktplaats is, dat is de beste optie die je kan hebben. En daar lig ik niet op. Het is gewoon zo. Dus ja, daar zeg ik al, dit is de enigste grootste aankopen. Ja, het heeft nou gekost, 108 euro of zo. Voor die kast? Ja, mijn kast dat was 108 en deze is 200. Ja goed, maar dat is veel groter. Ja. Anderhalf keer zo groot ongeveer. Ja, zo goed. Met heel wat meer plankjes. Ja. Meer ruimte in de kast. Maar ik wil ook gewoon dat mijn kind gewoon meer ruimte heeft dan ik. Ja, kinderen hebben altijd ruimte. Nog. En ik wil ook gewoon niet en dat... Ja, ik weet nog niet wat ik krijg, zeg maar. Ik ga ook nog niets vertellen. Nee. Nou, hoeveel weken of maanden ik ben, dat ga ik niet doen. Dat zien jullie allemaal vanzelf wel, maar... Tussen de 0 en 9 maanden waarschijnlijk. Dat is... En je zal waarschijnlijk een baby krijgen, geen puppy. Nee, dat is... Okay. Nee, maar wat ik wil zeggen... kijk, stel je krijgt een meid of een jongen. Je wil niet dat jij een kledingkast moet gaan delen. Stel hè, je krijgt een jongen. Dat wordt ook groter. En je hebt nog steeds een kast met elkaar, zeg maar, die je moet delen. En je weet niet wat je zoon aan het doen is. Misschien zit het wel een 18-plus videootje te kijken en jij eerst stroomt binnen. Nee, dat zal die ook niet leuk vinden. Of je dochter, ja... Als ze eenmaal ouder worden, ja, dan gaan ze ergens naar kijken vanzelf. Die gaan ook dingen uitproberen. Ja, en dan stap jij in één keer binnen. Hé, hey, daar is mama. Ja. Dat is niet handig. Dus, nee. Ik heb zoiets van, ik wil gewoon hun en hun eigen privacy geven en de mijne. Ik vind het goed. Ik vind het helemaal mooi. Dus, dat is dat ook. Aha, helemaal netjes. Ja, en nou de deuren. Het inspecteren hier. Ja, al die deuren saneren. Ja, die liggen al klaar. Ja. Dus dat. Ja, de kast zit in elkaar. Ook heel netjes gedaan zo, denk ik. En hier mag hij nog ietsje hoger zo te zien, want hier sluit hij netjes aan. Hier zit hij scheef. Hier zit hij scheef. Er zit een naad tussen. Hier zit geen naad tussen. Even kijken hoe we dat gaan oplossen. Zo, nou, die staat mooi in elkaar. Ja, heel goed. Alleen ook nog tegen de muur aan. En dan komt die dus ietsje anders te staan, omdat de vloer hier niet helemaal recht is. Daar zit het manco in. En dan kan je hem dus bijstellen. Dan wil van deze schroefjes hier, deze losdraaien. En die aan op losdraaien, om hem ietsje naar voren of naar achter te staan. En dan kan je hem vastzetten. Dus daar ligt het probleem in. Maar deze moet er vastzitten en die moet er vastzitten. Deze kun je ietsje omhoog zetten, dat dit kiertje eruit gaat. Maar dan moet hij eerst tegen de muur aanstaan. Dus dat is het probleem. Dan komt het helemaal goed verder. Daar ligt het dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog.
En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.